kijkers van Gooi TV. Wat wij hebben op 1 juli is grandioos en ik wil graag uitleggen wat we gaan doen. En ik wil jullie ook allemaal uitnodigen om vooral te gaan komen kijken. Op 1 juli houden wij een slagwerkavond bij Muziekvindel Narnink met leden die 50 jaar geleden bij onze club zijn begonnen. Die zijn nu in de ruimte hiernaast aan het oefenen. Je hoort af en toe getik op de tafel. Die spelen al die oude nummers van 50 jaar geleden. We zijn hier bij Narnink in Naarden. Wanneer is dat opgericht? 50 jaar terug. En was u een van de eerste die daar opkwam? Nee, ik ben dus na Utrecht bij de muziek ben ik hier terechtgekomen in Naarden, ook via mijn werk. En daar vond ik muziek verder naar ik. Wat ging u hier spelen? Ik was tamboer. Al vanaf 12 jaar, zou ik zeggen. Wat doen de trommels achter u? Staan die voor de show of heeft u die ook gespeeld? Die heb ik ook gespeeld, ja. Welke heb ik niet gespeeld eigenlijk. En u speelde ook met de stokken die u nu onder uw arm verstopt? Ja. Wou je zien? Kunt u nog een stukje spelen? Ja, dat wil ik graag doen. Nog een theaterspektakel neerzetten, dat wil je niet weten. Er is licht, er is geluid, ze zijn al weken aan het oefenen.